Today it is. Ja? Man. Kijk, ik ben weer gezond bezig. Dit is mijn ontbijt voor vandaag. Focus. Ja, dit is mijn ontbijtje. Kijk, ik ben inmiddels lekker thee aan het drinken. En ik ga dus starten met filmpjes. Oké, ik heb me inmiddels klaargemaakt. Ik had geen zin om mijn haren te doen. En ik had ook geen zin in een pet, dus het ziet er nu een beetje zo uit. Ik heb een nieuwe trui aan van de H&M. Kijk hoe cute die is. En verder wil je eigenlijk niet zien wat ik hier onderaan heb, want het ziet er echt niet uit. Deze trui is trouwens echt super fijn. Ik heb hem gescoord voor 15 euro. Hij was in de korting. Ik vind hem echt chill. En Nessie, ben je klaar? Ben je klaar? Ik ben mijn broek aan. Ik doe het al zo lang. Niet overdrijven. Dit zijn trouwens de enige twee parfums die ik op het moment gebruik. En ik ga vandaag deze ook doen, denk ik. Deze is echt mijn all-time favorite gewoon. Hier, deze ruikt echt zo lekker. Jongens, guys, ik heb mijn iPhone case binnengekregen van AliExpress. Deze heeft me 1 euro gekost. Kijk hoe mooi die is in het echt ook. Love it. Echt mooi. Hoe vind je mijn iPhone hoesje, Nesje? Mooi. Nou, weet je wat ik nog mooier vind? Lira. Oei, oei, oei. Vind ze uit haarzelf. Oh, poepie Lili. Ik heb de verwarming aangezet voor haar. Lekker, Lira. Ik krijg het altijd zo benauwd van een verwarming, maar ik doe hem echt speciaal aan voor Lira. Kijk, ik vind zo'n lange tafel echt zo mooi. Vooral met kerst en zo. Oké, wij zijn nu echt heel snel door IKEA te lopen naar het laatste gedeelte. Want wij willen meteen naar de tuinspullen, toch Lini? Mm-hmm. Gezellig hè? Sorry, leuk hè, met mij naar IKEA? Ja, Jimmy heeft mee, wat moet ik doen? Echt leuk hè, Lini? Jongens, mijn lievelingsafdeling. Even kijken, wat zijn nou servetjes? Daar staat hem. Waar? Ik ga binnenkort een kerstdiner houden. Oh, maar het zijn gewoon basics. Ik wil van die kerstdingetjes. Nee, deze wil ik niet. Kijk hoe handig van die hersluitbare zakjes. Ik heb nog snijplankjes gekocht. Die grote kaarsen gehaald. En Nessie vindt deze leuk. Die drijft in water. Hij heeft deze plant uitgekozen. We hadden al zoiets, maar deze is iets groter, Nes. Wil je zo water gieten? Nee joh, die heb ik thuis wel. Zijn geslaagd, Dennis? Ja, ik besef me alleen nu pas dat we geen kerstboom hebben gevonden. Oké, what the fuck hebben wij gekocht? Nessie gaat lekker hotdogs voor ons halen. Ik heb er zin in. Oké, wij zijn dus niet geslaagd bij de IKEA. We gaan nu naar de Hornbach. Daar gaan we een kerstboom halen, want daar zijn nog best wel veel op voorraad. En in IKEA waren ze uitverkocht, zei ze, hè, Nes, toch? Ja, klopt. Ze zijn uitverkocht bij de IKEA. Die verkochten ze altijd hier buiten. Ja, klopt. Oké, Nes heeft een oliebol gehaald en ik wou het niet. Kijk, ik hoef geen oliebol. Nee? Nee. Ik wel. Je bent dik. We zijn inmiddels bij de Hornbach en Nes is zijn oliebol aan het eten. Ik heb niks gehaald. Wij zijn kerstbomen kijken. En deze is 3 meter, hij is echt gaaf. Maar kijk, die andere hier, die zien er veel echter uit. Kijk hoe mooi ze zijn. Kijk hoe mooi. Maar deze is 300 euro. En die lichtjes zitten er al in. Dus dat hoef je niet allemaal zelf te doen. Ik vind deze echt mooi. Maar een beetje duur.
Wij zijn kerstbomen aan het kijken. Ja, wat was dat? Voor een thumbnail. Deze is echt heel mooi. Ja? Vind je deze boom mooi? Ja. Ben je gek? Wat staat er je op? Krijgt deze kleintje. Je krijgt deze. Krijg deze. Waarom? Ja, die is goedkoper. Hij was schattig. Maar ik wil deze echt. Oké, wij gaan toch even buiten kijken naar de echte kerstbomen. Alles al weg. Het is wel een stuk goedkoper, hè? 37 euro. En die zijn 2 meter. Luister, ik kan hier niet eens in mijn auto krijgen. Hoe de fuck gaan we doen? Gewoon kleinere halen, Nes. En dan? Ik vind wel een gezellige sfeer hier, man. We zijn erachter gekomen dat die grote dus toch niet in onze auto past. Dus wij moeten echt voor zo'n kleintje gaan. Ik vind het eigenlijk ook wel schattig, Nes. Dit is de mooiste, deze. Deze? Ja. Nes, hij is tering scheef. Hij is bol. Zullen we gewoon zo'n kleintje nemen, Nes? Inmiddels hebben we zoveel versiering gehaald. Rijden gewoon voor de kruis. En nu gaan we toch maar een echte boom halen van buiten zonder piek. En de pieken hier zijn uitverkocht. Dus ik haal morgen wel eentje. En anders plak ik gewoon de sterren erop. We hebben ondertussen echt 50 discussies gehad. Maar we gaan toch voor zo'n klein boompje. Ik vind deze super schattig. Kijk. Oh, hij flikkert, Nes. Ja, als je hem nog wil, moet je me helpen. Oh, kijk, spannend. Oké, we besloten om voor een iets apartere, voor apartere dingetjes in onze boom te gaan. Kijk maar, we hebben een muzieknoten gekocht. Of ja, gaan we kopen. En deze bloemetjes. Kijk hoe mooi. Echt cute. Ik ben benieuwd hoe die gaat worden, jongens. Oké, wij zijn net thuis en ik ga vandaag een lamsgerecht maken. Dus ik ga hiermee aan de slag en Nesim gaat de kerstboom in elkaar... Bedoel, hoe zeg je dat? Kerstboom in elkaar? Zetten. In elkaar zetten. Dus ik ga even snel hiermee aan de slag. Zo. Ik heb de lam lekker gekruid. Dan ga ik het zo lekker bakken. Lekker uitjes aan bakken. Daarna gaat deze gekruide lam erin. En Nesim is ondertussen bezig met onze mini kerstboom. Kijk hoe klein hij is naast jou. Ik ga stuk. Ik denk dat jij misschien wat anders gewend bent. Een vrouw als ik kom je pas tegen als je er klaar voor bent. En daarom denk ik dat jij en ik geen grenzen kent. Ik zag het in je ogen. Moet je nog even een sausje brengen. Ik heb heel veel vlees toch in de pan. Ik had eigenlijk voor de versiering een beetje mooi gemaakt. Is lekker? Fucking lekker. Dat is echt mals. Hij valt gewoon uit elkaar in je mond. Echt? Dat is belachelijk. Oké, wacht. Ik ga nog meer vlees voor je opdoen. Kom. In ieder geval, wij komen er niet uit, want wij hebben kerstballen gekocht. Maar ja, die kun je natuurlijk niet zo ophangen. Dus Nesim is nu teruggegaan. En we moeten van die, hoe zeg je dat? Hoe noem je dat? Van die hangertjes kopen. Om de kerstbommen te hangen, zeg maar. Nou, inmiddels is Nesim alweer terug. Lukt het een beetje? Van mijn beste. Ik ga stuk. Kijk, één keer wat we hebben gekocht. Wat? Wat heb je gekocht? Nog meer goud. Oh, van die sterretjes. Ja, dit. Oh, leuk hoor, Nini. Leuk hoor, Liefie. Toch? Doet wel je best. Vind ik echt schattig. Zo'n sterretje erbij zo. Ah, oh, leuk hoor. Bling bling bitch. Deze boom is wel echt iets voor ons. Kijk maar, we hebben van die muzieknoten. Het is echt, staat voor Nesim. En je hebt bloemetjes. Ik weet alleen niet waarom hij die als piek gebruikt. Kijk, één keer hoe mooi die bloem. Zo cute. Ik vind deze boom echt leuk. Bling bling bitch. Of dit, Nesim. Ik vind het echt lelijk. Ik film alleen zo. Wauw, en nu gaat Nesim sterretjes erbij doen. Ik vind hem echt heel mooi. Mooi, hè? Ja. Ik ben er echt blij mee. Thanks, Nesje. Ik ben er wel goed in. Ik heb het echt goed gedaan. Nou, mijn IKEA-kaars staat aan. Onze nieuwe plant is hier. Lira is nu hier. En onze kerstboom is hier. Ik besef dat we waren net aan het eten. En toen zeiden ze, weet je wel hoe laat het is? Het is gewoon 10:45. Ik heb helemaal geen besef meer van tijd gewoon. Echt abnormaal. Ik dacht het is nog 8 uur of zo.
Maar het is 10:45, we hebben om 10:45 gegeten. Gaan we samen El Chapo kijken. En ze is echt verslaafd aan deze serie.